Leuk dat je weer kijkt. Welkom bij vlog review nummer 50. Hell yeah. Reden voor een feestje. Ja, maar weet je, het is altijd een feestje. Wat ik als eerst even wil zeggen, is dat ik het echt super tof vind dat mensen mijn vlogs, reviews waarderen. Ik vind het ook leuk dat ze er naar kijken. En laat vooral commentaar achter. Ook uiteraard als het beroerd is. Jullie zien bepaalde dingen wat eventueel misschien beter kan. Ja, voor de mensen die mij volgen, hartstikke bedankt. Super tof. Voor deze 50ste editie heb ik een biertje bewaard. En dit biertje is van Brouwerij de Molen. En ja, deze wou ik eigenlijk al eerder drinken. Maar ik dacht, weet je wat? Ik bewaar hem gewoon lekker tot de 50ste. Het is, wat ik al zei, een biertje van Brouwerij de Molen. Het is een collaboration samen met Laugar. Rebel Beers. Dus het is een collaboration. Even kijken. Nou ja, het etiket. Ja, ik vind hem super tof. Het is de molen. Hè? Die hebben een beetje... Nou ja, er groeit een of andere boomachtige... Ik zal het je laten zien. Een of andere boom, weet ik veel wat, groeit er allemaal doorheen. Oftewel helemaal naar de kloten. Dit is een Mushroom Imperial Stout. Toen dacht ik, wat? Mushroom? Dus we zitten hier gewoon met paddenstoelen. Nou ja, diegene bij Brouwerij de Molen die zei ook van... Remy, hier, voor deze kom je terug. Zeg van, als je deze hebt gedronken, weet ik zeker dat je er meer van wil. Ja, dit is wel een limited edition. Wat ze dus onder mushroom verstaan, is dat hier dus, en daar ben ik echt super gek op, truffel in zit. Ja, dus gewoon een biertje met truffel. Nou, ik vind truffel heerlijk, truffelkaas en dat soort dingen, heerlijk, echt super. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat bij dit biertje gaat doen. Wat ik zei, collaboration. Dus even kijken of er nog wat tekst op staat. Nou, het beste om te drinken tussen de 10 en de 12 graden. Ja, dat is altijd wel met die Imperial Stouts. Dat drinkt ook gewoon lekker. Moet niet te koud gaan, de smaken verloren. Ik ben heel erg benieuwd naar deze Truffel Imperial Stout. Ik ga hem gewoon openmaken. En uiteraard ben ik super benieuwd, wat ik al zei. En uiteraard hebben wij de molenglas. Altijd een fijn glas om uit te drinken. Dus ik ga hem openmaken. Here we go. Op de 50ste vlog. Kijk. Ruik hem al goed. Ruik hem al goed. Dit is de dop. Dat is ook wel leuk om te laten zien. Dat dit ook echt een collaboration is met Laugar. Met de molen. Dus niet andersom. Ziet er goed uit. Duidelijke dop. Ik ga hem inschenken. En ik ben heel erg benieuwd wat hij doet. Here we go. Nou ja, ik kan het nog wel een keer zeggen. En ik zeg het uiteraard graag. Hij is zo zwart als wat. Mokka-achtige schuimkraag. Ziet er goed uit hoor. Voor de duidelijkheid, het is geen barrel-aged Imperial Stout. Dus het is gewoon een normale Imperial Stout. Met, wat ik al zei, met truffel. Dus, ik ben benieuwd. Ik ga hem ruiken. Here we go. Zo. Nou, die truffel die ruik je wel. Uiteraard samen met Imperial Stout. Hè, de chocola en de... Ja, eigenlijk meer de cacao en de, ook wel koffie. Maar meer chocola. Maar toch het meest truffel. Ja, ruikt goed. Ik ga hem gewoon lekker opdrinken. En ik ben heel erg benieuwd hoe die smaakt. Cheers. Vol hoor.
voel hem ook langzaam naar binnen glijden. Heel lekker biertje. De truffel proef je echt, echt terug. Die overheerst ook echt. Ja. Ja, en ik vind hem lekker. Ik vind hem echt super. Gewoon een beetje experimenteren. Met, dus niet altijd maar de Imperial Stout. Maar gewoon, weet je, gooi er gewoon wat in. En kijken hoe het, ja, hoe het uiteindelijk gaat smaken. Maar ik moet zeggen dat deze echt top. Super vol. 10,2%, dus het is ja, wel een lekker vol biertje. Overigens, dat zie ik nu pas, hè. Ja, ik ben een beetje, misschien een beetje spannend, hè, die 50ste vlog. Maar ik ben nog vergeten te zeggen hoe dit biertje heet. Jullie hebben het inmiddels alweer gezien. De Wet and Wild. Dus ja, nou ja, oké. Okay. Wet and Wild. Ik vind hem top. Hij is heel vol. Zoals nu ook, je blijft hem gewoon proeven. Het is echt gewoon... Je kan er bijna op kouwen, zeg maar. Het is gewoon echt een super goede Imperial Stout. Dus mocht je ooit bij de molen komen, of hij is elders te koop, volgens de brouwerij zelf hebben hun een gelimiteerde oplage binnengekregen. Dus ik weet niet of je deze heel snel gaat zien, maar mocht je hem zien, gewoon proberen. Want ja, als je ook van truffel houdt, ja, hij komt goed terug. De truffel komt echt heel goed terug. Toppertje. Nogmaals, bedankt allemaal voor het kijken en het abonneren en het weet ik veel wat, liken. We gaan gewoon door. We gaan hem lekker opdrinken. En ik zou zeggen, uiteraard bedankt weer voor het kijken. En zeer zeker tot de volgende keer. Cheers.